Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 1 september. God haalt je knopen één voor één uit elkaar. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 2 Thessalonicenzen 3 vers 5. Mogen de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. Zie je leven voor je als een wirwar van schoenveters die allemaal in knopen aan elkaar zijn vastgebonden. Elke veter met zijn eigen kleur. Elke knoop vertegenwoordigt een probleem en het ontrafelen van die knopen en het rechtzetten van die problemen kost wat tijd en moeite. Het heeft lang geduurd om die knopen te maken en het zal tijd kosten voordat ze allemaal zijn ontrafeld. In onze moderne en snelle maatschappij hebben we de neiging om van het een naar het ander te rennen, maar God heeft nooit haast. Hij geeft nooit op en raakt zijn geduld nooit kwijt. Hij zal zich met ons bezighouden over een specifiek iets en dan zal hij ons een tijdje met rust laten, maar niet lang. Al snel zal hij terugkomen en aan iets anders beginnen te werken. Hij blijft doorgaan totdat één voor één al onze knopen zijn ontrafeld. Als het soms lijkt dat je geen vooruitgang boekt, dan is het omdat de Heer de knopen één voor één ontrafelt. Laat zijn geduld in je ontwikkelen en vroeg of laat zul je overwinning in je leven zien en de vrijheid waar je zo lang naar verlangde ervaren. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik ben zo blij dat U al mijn knopen kunt ontrafelen en op orde krijgt. Help mij om volharding en geduld te ontwikkelen, terwijl U voortdurend aan het werk bent in mijn leven. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.